dit is de oplossing. Ik heb nog nooit eerder gezien dat dit gebeurde. Dat iemand plastic zak op zijn voeten doet. Nee, nog geen één keer. En ze hebben de modder aan de enkels toe. En ik heb een vrouw meegemaakt die had een operatie al gehad, die liep op Pieterpad weer. En we woon door zo. Ik zei, dan loop je eerst maar mee naar huis en ze hebben je eerst wat schoonmaken. Ja. Aan enkels toe zat hij voor Brakel. En het, ja, ik vind het ook een merkwaardige tour, maar we gaan het lopen. Ja. Ik zet het op internet, mag u het ook nog kijken? Ja. Dan mag u het nog kijken. Once a month, there's a place that the family and I go. Ja, ja, ja. We gaan het Pieterpad lopen. Oh, dit is heel erg. En dan vind ik ook die hekken, hè. Doe geen nergens een schoen in, hè. Kijk, hier. Als ze die nou even breder maken, op mijn punt, die kunnen een schoen in. Ja. Om erover te stappen, om erover te klimmen. Ja, dit is een bijzondere route. Ja, nou, of vind jij niet? Ja, ik vind dit ook idioot, hoor. Ik ben he, al die hekken van landschapbeheer en zo. Nou, die kunnen, he, en de mensen die een beetje moeilijker lopen enzovoort, die kunnen die heel slecht overkomen. Als die nou groter waren, die ietsje groter, dat is dat heel goed. Is dat bewust gedaan, denk je dan? Of? Nou, voor schaap. Ja, nee, bewust. Ik denk niet bij nagedacht. Ah, klim jij er zo overheen, Geer? Dat is wel even mooi. Nou, dankjewel. Party, the perfect place to be. And everybody's welcome at the RYC. Water plus dirt, it's the best kind of sport. I'll take this any day over a high-class resort. But no power, no shower, that's how we get her done. Just playing in the mud and having fun. At the RYC, we drink a little bud. Crank up the country music and we play here in the mud. It's a tailgate party, the perfect place to be. Everybody's welcome.